Donderdag 30 juni vergaderde de gemeenteraad opnieuw over de bezuinigingen. Omdat afgelopen donderdag de laatste politieke markt was, voordat de gemeenteraadsleden op vakantie gaan, was deze zitting waarschijnlijk het laatste wapenfeit van voorzitter Fred de Graaf. De Graaf beëindigt na de zomer zijn baan als burgemeester van Apeldoorn en zal aan de slag gaan als voorzitter van de Eerste Kamer. Oh, ik wou dat zeggen, ik zie uw amendement wel verschijnen dan toch? Dames en heren, ik vind het leuk dat u allemaal discussieert, maar wacht u even tot u van mij het woord krijgt. Ik begrijp dat u gretig bent en dat u denkt hij gaat toch weg, maar zo zit het in elkaar. Zolang ik hier de hamer hanteer, gedraagt u zich netjes volgens mij. De gemeenteraad kon donderdagavond stemmen over moties en amendementen. Daarmee kan de tekst van de voorjaarsnota, die op 19 mei werd gepresenteerd, gewijzigd worden. De voorjaarsnota gaat over de gemeentelijke begroting. De gemeente Apeldoorn heeft het afgelopen jaar grote financiële tegenvallers moeten verwerken. Daarom staat Apeldoorn een groot aantal bezuinigingen te wachten. De richting van die bezuiniging werd afgelopen donderdag vastgesteld. Er waren 16 moties en 48 amendementen ingediend. Dat is een behoorlijke berg papier. Vervolgens namen de stemmingen aardig wat tijd in beslag. Er werd om 8 uur begonnen en de laatste hamerslag viel pas rond 2 uur 's nachts. De belangrijkste besluiten van de gemeenteraad. Dorps- en wijkraden behouden hun subsidie. Een eerder geplande bezuiniging op Stichting Mondial gaat niet door. En de subsidie voor sportverenigingen blijft een jaar langer in stand. Verder heeft de raad besloten om orkest de Ereprijs, het NJO en de stichting Masterclass niet meer te steunen en dit geld te gebruiken voor amateurkunstverenigingen. Men zoekt nog naar manieren om kinderboerderij De Maten, het natuurhuis en de wijkfilialen van de bibliotheek open te houden, maar er is niet besloten om daartoe minder te bezuinigen. Verder is besloten om de subsidie voor stichting Kleef te stoppen. De raad vindt dat men geen uitzondering kan maken voor deze stichting die zich inzet voor kankerpatiënten. Andere patiëntenverenigingen krijgen immers ook geen subsidie volgens de plannen van de gemeente. Een voorstel om 500.000 minder te bezuinigen op jeugdwerk werd verworpen. In totaal zal de gemeente zo'n 30 miljoen euro moeten bezuinigen. Een deel van dat bedrag staat nu nog niet vast. Dat betekent dat er meer bezuinigingen kunnen volgen.